heb je godverdomme met mijn hond gedaan? Christopher, weet jij wie de hond heeft vermoord? Nee. Vertel je de waarheid? Ik vertel altijd de waarheid. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht gaat over Christopher. Dat is een 15-jarige jongen die autisme heeft. En er wordt dus een hond vermoord en hij gaat onderzoeken wie dat heeft gedaan. En hij komt allerlei zaken tegen waarvan hij in de war geraakt en beslist om op reis te gaan naar zijn moeder, wat een hele grote onderneming is. Beloof me dat je nu direct stopt met dat idiote spelletje. De maat is vol. De maat is meer dan vol. Oké, ik beloof het. Oké. Je zou het kunnen regisseren als... Hoe ziet het hoofd van een artiest eruit, voor zover een artiest is, maar dat het spectrum heel groot is. Dominee Pieters, waar is de hemel precies? Dat is niet in ons universum, dat is een totaal ander soort plek. Nee, dominee Pieters, er is helemaal niets buiten ons universum. Wat ik denk ik eigenlijk probeer te zeggen... is dat je moeder bij God is. Oké, waar is God?